Staan blijven. Hij komt richting jou. Daar is hij hoor. Ja, goedemiddag. Zo. Had je auto al gecheckt? Ja. Top. Alles weg. Toppie, ik meld ons in. Ja. Is er recherche bij onze bureaus? Ja, ik zie wel die staan hè. Ik heb binnen al alleen niemand gezien. Nee, goed. Meldkamer 2014 over. Dag, heb Brito. Ja, 2014 op luisteren in de avond iets over. Ja, ontvangen heb ik meteen vroeger een periode 2 richting de Hoge Belstraat. Het gaat om een lastige persoon in de discotheek. Hij zou mogelijk aan de druk zitten en weigert het pand te verlaten. Hij zou zich bevinden op de bovenste etage over. Ja, oké. Okay. Dan gaan we meteen even kijken nemen. Oh, dank u wel. Meegeluisterd? Ja, een beetje. Ik zal nog even inlezen. Ja, prio 2 in ieder geval. De route staat erin. Persoon doet lastig in de discotheek. Zou zich bevinden op bovenste etage. Wilt het pand... wel of niet verlaten is niet helemaal duidelijk voor mij en zou mogelijk iets hebben genomen, alcohol of drugs. Doe je even latex handschoenen aan of? Zullen we eens kijken? Rechtsvrij trouwens, sorry. Ja. Rechtsvrij, ja. Ja. Ja, rijd door, mevrouw. Ja. Yo, kom maar. Waar is hier dan een club, joh? Oh, hier. Hier links. Ah, ja. Ik wacht even tot het groen wordt, hoor. Ja, is goed. We zijn er toch. Als hij nu wegrent, dan zien we hem wel. Het is groen, hè. Achterparkeren, of? Ik weet niet, is er een achteruitgang? Kijk even snel. Anders ga je even kijken en dan stap ik alvast uit voor het geval dat hij komt. Ja. Jo, tot zo. Staat als jij even te plaatsen? Ja, 2014 of zo. Brugt over. Wij zijn te plaatsen over. Ja, ontvangen. Dank u wel. Achterdeur is open, zie ik. Achterdeur is open. Als een kan die open of staat die al open? Die kan open. Oké. Okay. Nou. Zet dan je auto zo neer dat hij daar eens tegenaan rent. Voordat hij... We gaan eerst praten misschien. Ik kom hier achter naar binnen. Oh ja, dan kom ik hier voor. Hij zou boven zitten. Boven. Hallo? Ja. Hoi. Ja, ik zie hem niet hoor, ik hoor hem wel. Waar ben jij? Ben jij al boven? Ja, ik ben bij de boventribune. Oh, hier. Kom eens kijken. Kijk eens achter je. Hallo, politie. Wacht even, laat die deur. Nee, hier zit hij ook niet. Nee. Kom eens boven kijken. Beneden zou ik niemand raar of zo. Politie. Hallo. Neem mee dat kamertje, hè? Ja, dat is klein hoor. Let op als het daar escaleert. Dan meneer, even hier komen. Ja, kom maar hier dan. Kom maar anders even mee naar buiten, zo meteen. Uitgang was hier. Oh. Ja, volg mijn collega maar gewoon. Zo. Ja. Meneer, goedendag. Oh, is het alweer dag? Nou, dat ja. Is leuk. Dat geloof ik. We kregen een melding dat hij ja, toch wel niet naar buiten wilde en voor wat overlast zorgde. Wie heeft gemeld? Nee, dat is niet belangrijk.
Dat is niet belangrijk. Ik wil weten wie gemeld heeft. Ja, dat is niet belangrijk, denk ik toch. Meneer, ik wil even een ID zien. Heeft u die bij? Ja hoor. Ja? Moet u graag even zien? Ja hoor. En uit die opmerking begrijp ik dat u hier al sinds gisteravond bent? Ja. Oké. Okay. Dat is lang. Ja, zeker. Was wel gezellig. Ik vond het wel leuk. Ja, dat geloof ik. Ik denk, blijf lekker. Ja. Goed, mijn collega trekt ondertussen even het een en ander na. Ja. Zeg, ben je al gevraagd om het pand te verlaten toen straks? Ja, zo'n rotbeveiliger kwam weer eens aanzetten met zijn rotkop. Ja. Kwam mijn vraag om weg te gaan. Mm-hmm. En wat had hij? Ik zeg nee. Ja. Ik blijf hier. Misschien dat daar het probleem wel een beetje ligt. Nou, ik niet. Want als u wordt gevraagd het pand te verlaten, dan, ja, dan moet u eigenlijk ook weggaan. Ja. Ja. Ja, moment meneer, blijf hier even staan hè. Nou, ik ga toch wel weer even naar binnen. Nee, blijf even staan. We gaan geen rare dingen doen. Ik vorder u om hier even te blijven staan. Ik ben op dit moment staande gehouden. Ja. En meneer, u wilt toch niet in de boeien of wel? Goed dan. Wilt u in de boeien? Nee. Ja, blijf dan even staan. Zeg jij dat ik in de boeien moet? We kunnen het makkelijk doen of we doen het moeilijk. En moeilijk is met de boeien. En gaat ook normaal praten tegen mijn collega, ja? Oké. Okay. Ja? Dus je blijft hier even staan? Ja hoor. Top. Zijn we zo weer terug. Altijd weer zo agressief. Ja. Ik heb er zo'n nagekroken die zat vroeger te maken gehad met de reclassering. Wat heeft hij? Te maken gehad met de reclassering. Ja, en nu? Dus waarschijnlijk iets met in de druk staat hier. Oké. Okay. Dus en ik kon net van OC ook dat hij weer iets had... Ja, hij komt op mij niet over tot hij mogelijk iets heeft genomen, maar... we kunnen hem altijd even fouilleren dan op... meneer! Hey, wat ga je doen? Meneer! Ja, hey! Telefoontje? Kom eens terug! Kom eens terug meneer. Oké. Okay. Ja, wat moeten jullie? Oké okay, meneer, mijn collega heeft het een en ander nagetrokken op basis... Ik vind kom nou even staan meneer. Ik ga weer terug. Ik pak hem nu bij deze vast. Kom hier. Nou, wat moet je nou weer en niet aankomen? Goed, we gaan het nu gewoon oplossen en anders ga je gewoon mee naar bureau. Ja? Ja. Dus we gaan hier staan. Ja. Goed, heb je nog dingen bij die je bij mag hebben? Ja, nou, ik heb een prachtige stiletto bij me die ik van mijn vader ooit eens heb gekregen. Stiletto. Hm. Oké, okay. En waar heb je die? Rechterbroekzak voor. Oké, okay. Heb je nog meer dingen bij die je bij mag hebben? Ja, nou, ik heb eigenlijk meer dan 5 gram biet bij me, maar ja. Wat zeg je? Ik heb eigenlijk wat meer dan 5 gram biet bij me, maar ja. Oké, okay, moment. Collega, kun je even terugkomen? Hey, ja, maar, ik pak even de auto. Ik vind het goed geweest hoor. Ik ga weer naar... Nee, meneer, je blijft nu hier. Kom. Ja. Meneer, Sharan, hij rent. Staan blijven, kom hier. Hey. Sharan. Waar rent hij in? Ja, naar boven weer. Achteruitgang. Ja. Hey, kom. Bouten, altijd weer bouten. Staan blijven. Hij komt richting jou. Kom op, staan blijven nu. Goed. Als je meewerkt ben je bij deze aangehouden. Tegen de muur. Handen omhoog. Ben je aangevallen? Nee, ren opeens weg. Ja. Omdraaien, handen omhoog en spreiden. Oké. Okay. Goed. Ik ga je fouilleren. Nee, je gaat mij niet fouilleren. Ik ga je wel fouilleren. Ik ga je les ook niet afnemen. Nou, we houden hem nu even bij ons. Anders sla ik helemaal verrot. Dat zou ik echt niet doen. Goed. Ja? Kom maar even helpen, collega. Nee, fouilleren. Ja. Goed. Zeg, en die wiet die je bij had, waar zit die? Mm-hmm. Ja, waar zit die? Oh. Nou, in mijn achterzak ergens denk ik. In je achterzak tenzij denk je? Tenzij ik het allemaal heb opgerookt. Ik kan het niet meer herinneren. Oké, okay, goed. Collega gaf aan dat hij meer dan 5 gram wiet bij had. Zo. En een stiletto mes. Oké. Stiletto ook. Ik zet hem even op het dak. Ja. Het mes pak ik even voorzichtig. Had je iets van een zakje of zo? Hey, wacht, je komt aan mijn stiletto. Ja, je komt aan mijn stiletto? Ja. Dat vind ik niet kunnen. Ja, meneer. Ik ga jullie aanklagen. Dat is helemaal goed. Nee, nu is het goed geweest. Oké, okay, helemaal goed. Ik heb toch meer dan genoeg geld. Top.
Ik leg je mijn vier neer, collega, kun je even boeien? Ja. Ik heb geen wiet meer aangetroffen, maar goed, ik gaf het zelf al aan tot hij eventueel het al had opgerookt. Is het normaal dat je kleuren ziet? Ik denk het niet. Ik weet het niet. Het zal van een wiet zijn. Ga je achter de bij zitten? Ik ga bij hem zitten. Meld het even aan OC. OC 2014 over. Ja, Brito. Ja, eenmaal aanhouding. We gaan hem even naar bureau brengen over. Ja, eenmaal aanhouding. Agent, mag ik iets vragen? Ja, zeg het dus. Is deze auto van jullie? Ja. Oké. Lekker. Goed. Ga je verder nog normaal doen of moeten we je nog lastiger maken? Nou, ik kan het jou nog lastiger maken. Dat zou ik echt niet doen, vriend. Kijk eens naar het mooie plekje op je uniform. Oké, Sharon, doe maar even toestemming. Ik hou hem in bedwang. Ja, 2014 OC. Hé, je mag niet aan me komen, man. Blijf hem af. Ja, meneer doet lastig, we gaan met de prio 1 naar HB. Ja, dat begrijp ik wel. Hey, blijf van mij af. Ja, goed. Heb jij jezelf te danken toen je met je hoofd tussen je benen zit, hè? Moet we even normaal doen. Jij mag van mij afblijven, vriend. Jij hebt even niks te willen. Oké, agent, hier is het plan. Jij blijft van mij af, anders ga ik jou aanklagen. Ga ik jou nog meer aanklagen. Ja, hier is het plan. We gaan naar het politiebureau, we stoppen in een cel en blijft er 6 uur zitten. Ja? Wat is jouw dienstnummer? Wat is jouw dienstnummer? Ik wil per direct jouw dienstnummer. Je mag toch niet zo aan iemand zitten, man? Collega, kun je misschien vragen of iemand even op het HB... Wat is jouw dienstnummer? Ons... Ja. 2014 OC. Kunt u misschien wat collega's op het bureau klaarzetten? Ja, klopt die maar. 2020 maat voor sale. Hier 2020 over. Ja, zo op het over willen wachten op de 2014. Zou de prum toestemming aankomen met een lastige verdachte, over. Hier 2020, dus begrepen. Ik zal klaarstaan aan de achterkant dicht bij de cel over. Ja, ontvangen. 2040 maat. Hoi. Ja, collega's aan de achterkant bij de cellen jullie opwachten over. Ja, van hen. Nou, dit was leuk. Ik ga je volledig aanklagen, vriend. Helemaal goed. Ja, ik wil nu je dienstnummer. Geef mij nu jouw dienstnummer. Geef mij jouw dienstnummer. Ruim straks ook de auto even mooi op. Ga je mooi poetsen van binnen? Nou, ik wil als eerste jouw dienstnummer, vriend. Wat is jouw dienstnummer? Ik zou even op je rechten wijzen. Je bent aangehouden, ik ben niet te antwoorden verplicht. Mijn recht op advocaat. Kun je die veroorloven? Oh, leuk, een advocaat. Ja, wil je er een? Die zal zeker met jullie gaan spreken. Ja, wil je een advocaat of niet? Ik ben niet jullie slechte advocaat. Goed, ik vraag het gewoon. Wil je een advocaat of niet? Ja hoor. Oké, goed. Dan kun je die zo meteen bellen. Ja, zeker, is geen probleem. Oké, collega, let op. Dit is een spiegeltje. Is goed. Allemaal eruit. En moet je zien, een motorbout. Hé, maar dat is leuk. Nou, ik zou niet voor hem lopen, hoor. Yep. Hey. Zie je dat logootje? Te laat. Ah, nee. Ik nu zit op de trap. Ugh, nu zit aan mijn mooie schoenen. Een mooie schoenen, man. 70 euro. Kan jij nou betalen? Met je rot salaris. Goed, hij is gefouilleerd. Maken we middels de cel vrij. We leggen hem anders gewoon op de grond. Boeien af. Trantje naar buiten. Oké, ready? Ja. Pas op al. Ja. Kom maar, ja, goed. Ik zet hem nu tegen de muur aan. Kun je hem aan de koppel vasthouden? Kunnen we gelijk achteruit. Ja, wacht. Ja, ik heb je. 3, 2, 1. Oké. Als op slot. Ja, goed. Ja. Gaan we zo meteen naar hem toe als hij rustig is. Hey, waarom zit je mij vast in die cel?
Ik kan me toch niet zo niet bewegen. Goed, meneer, de hulpofficier van justitie komt dadelijk even bij u langs. Nee. Jawel, nee, die gaat kijken of de arrestatie ook, ook terecht was. Het kan tot 6 uur duren tot erbij komt, ja? Oh, tot 6 uur nog wel. Oh. Nee, het kan tot 6 uur duren, 6 uur lang. Niet 6 uur 's avonds, maar 6 yeah, uur nou, lang. Hey vriend, ik wil jou nooit meer zien. En dat is goed. Ik ga je zeker kapot aanklagen, dus... ik zal je wat vertellen als je ze... ooit eens in recht aan. Goed zo. Als je ze doorgaat als dit, dan zal ik je zeker nog wel eens zien. Fijne avond. Collega, bedankt. Graag gedaan. Oké. Okay. Moet je ook nog even je gezicht wassen? Ja, ja, we moeten daar misschien ook even de auto nog even wassen. Ja. Ga je even naar de wc en dan doen we meteen even het een en ander uittypen, ja? Joe.